Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In dit kort filmpje wil ik een vraag beantwoorden die ik de afgelopen dagen vaker heb gekregen. Namelijk of dit boek ook geschikt is voor de mensen die al getrouwd zijn. Om even jullie een beeld te geven van het boek, dan zal ik even met de inhoudsopgave met jullie doorbrengen. Dat jullie in ieder geval weten wat dit boek behandelt. Uiteraard kan dit ook op de website van Kennishuis gelezen worden. Maar ik begin het boek met een algemene introductie, waarin ik eigenlijk vanuit mijn persoonlijk verhaal vertrek. Wat heel kort wordt besproken trouwens. Niet dat ik uitgebreid over mezelf spreek of iets dergelijks. Nee, maar dat ik ook een bepaalde reis heb meegemaakt met veel ups en downs. Maar alhamdulillah toch een huwelijk weten neer te zetten. Vanuit daar vertrek ik eigenlijk naar, wat zegt de islam hierover? Hoe kijkt de islam naar het huwelijk? Wat is het huwelijk volgens de islam? Niet alleen maar als een relatie, maar het is veel meer dan dat. En we nemen ook een kijkje in het huis van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoe gaf de profeet alayhi salatu wasallam het huwelijk, hoe gaf hij het huwelijk vorm? En hoe zag dat eruit? Hoe zag zijn omgang en gedrag jegens zijn vrouwen? En hoe heeft hij de verschillen, maar ook de geschillen gemanaged? Hoe ging hij erom? Alayhi salatu wassalam. Tweede hoofdstuk gaat over kennismaking. Dus ja, wat zijn de grenzen? Wat zijn de kaders? Wat zijn de regels omtrent kennismaking? Waar dien je op te letten? Maar ook zaken als verloving komen aan bod. En de regels die daarbij horen. Wat is precies een verloving? En is dat islamitisch gezien bindend? Ja of nee? Moet je een scheiding geven op het moment dat je verloofd bent? En mag je met iemand anders verloven? Ja of nee? Wie mag je ten huwelijk vragen en wie niet? Dat zijn allemaal vragen die hierin beantwoord worden. En derde hoofdstuk, die vormt eigenlijk de kern van het boek, is namelijk trouwen. Hoe doe je dat? Waar hou je rekening mee? Hoe dient het huwelijksfeest eruit te zijn? Hoe gaan we om met een kwestie als huwelijksnacht? Maar ook het huwelijksleven. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe dienen de partners naar elkaar te kijken en zich naar elkaar te verhouden? Wat zijn de zaken waar een partner rekening mee dient te houden? Wat zijn de fases van elk huwelijk? Ik denk dat die twee hoofdstukken, dus trouwen en huwelijksleven, eigenlijk de kern vormen van het boek. Hoe creëer je vertrouwen in jezelf en in Allah azawajal, maar ook in je partner, want dat zijn toch de fundamenten van een gezond huwelijk. Hoofdstuk 5 gaat over handvatten en tips om het huwelijksleven te verbeteren. Dus ja, welke liefdestaal spreek je? Omgaan met fouten uit het verleden. Hoe ga je met het concept berouw? Actief luisteren en empathie tonen. Elkaar helpen. Verschillen maximaliseren. Het vermijden van stoorzenders. Welke stoorzenders zijn er? Hoe ga je met arbitrage op het moment dat er een probleem zich voordoet? Wie schakel je in? Etcetera. Hoofdstuk 6, en dat is tevens het laatste gedeelte van het boek. De hoofdstuk 6 gaat over iets wat je dan probeert te vermijden. Dus als het goed is, als je tot met hoofdstuk 5 goed hebt gepraktiseerd, conform de richtlijnen van Allah subhanahu wa ta'ala, dan is de kans groot dat je niet in een scheidingsfase of in een scheidingsproces terechtkomt. Maar het kan. Hè? Mensen komen niet uit, komen niet, kunnen niet door één deur, komen niet uit. En soms ja, is het noodzakelijk om de stap te zetten naar scheiding. Ondanks dat dat niet zeg maar, de oplossing is. Dus scheiding, die kent natuurlijk een aantal zaken die belangrijk zijn, die we dienen te weten. Zoals emotionele scheiding, de stadia van scheiding, soorten scheiding binnen de islam. We hebben natuurlijk een scheiding die is toegestaan, scheiding die niet is toegestaan. Een geldige scheiding, een niet geldige scheiding. En hoe je het huwelijk wel volgens de islamitische richtlijnen dient te beëindigen. Islamitische kaders en ethiek die daarbij horen. En zaken die daarmee te maken hebben. Van hoe gaan we om als moslims met zaken als huwelijksgevangenschap. Of geweld die plaatsvindt binnen een huwelijk. Er zijn een aantal onderwerpen die ook besproken worden in zo'n hoofdstuk. Dus even in het kort, en ik denk dat iedereen daar iets aan heeft. Niet alleen maar moslims, maar ook misschien zelfs anders gelovigen. Want er zitten best wel veel tips en adviezen in die wij allemaal in ons huwelijksleven zouden kunnen inzetten. Dus als je dat boek nog niet hebt aangeschaft, aarzel niet om deze aan te schaffen. En inshallah, zo zal het nuttig zijn. De link
om het boek te bestellen vinden jullie in mijn bio op Instagram. Maar ook natuurlijk door naar kennishuis.nl te gaan met een Y. Daar zouden jullie ook eventueel het boek kunnen aanschaffen. Ik hoop dat jullie het nuttig zullen ervaren. Mochten er opmerkingen of feedback zijn, dan hoor ik dat ook graag inshallah. Bedankt voor het meekijken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.